1000 sterren bovenaan. Van 2020, van het Rijk van Gennep. Ja. Ja. Die prins werd, hoe voelt dat? Heel verrassend, heel mooi. Ik ben vanaf half november ben ik prins. Dus eigenlijk nog heel kort, maar het is een geweldige periode. Dus als dat zo doorgaat tot naar de carnaval, is het een geweldige tijd. Ja. Ja. En, maar ik had dus helemaal niet verwacht dat je prins zou kunnen worden van Gries en Iwies. Ooit hopte dat wel eens een keer, maar ja, als ze dan bellen en ze staan aan de deur, dan is het toch wel verrassend om te horen van, goh, jij bent uitverkozen tot prins van Gries en Iwies. Ik was eigenlijk heel vereerd met jou. Ja. En zien jullie beter dan de diepe kikkers? Wij zien niet beter als de diepe kikkers, wij zien anders als de diepe kikkers. We hebben in de Melkweg drie clubjes, de dikhupjes, de diepe kikkers en Gries en Iwies. En ieder heeft zijn eigen doelgroep. En iedereen is even goed. Ieder op zijn eigen manier komt helemaal van elkaar. Dan wensen we al een hele fijne carnaval toe. Dankjewel. En ik wil eigenlijk iedereen die nou kijkt naar de Gennepse zender, of ze nou buiten de Melkweg komen of in de Melkweg, een geweldige carnaval toewensen. En alle collega-prinsen in de streek, een geweldig jaar. Dan hebben wij dat ook.